Hebben ze die ondergronden vertraagd, hebben de ballen vertraagd. En nu wordt er van achteruit getennist op Wimbledon sinds 2002. Dus niemand kan nog naar het net komen omdat er zo goed van achter wordt gespeeld. Ja, ja, helemaal akkoord. Ja, het is echt te traag geworden. Hè. Zelfs Wimbledon is ondertussen echt traag geworden. Dus ik vind ook of snellere banen of afwisselend zou zeker wel interessant zijn om ook zo naar die tennis te kijken. Ja.